Een heel goede avond. Tegen de keer in die nieuwe reeks Vlaamse histories zetten we drie notoire dwarsliggers in het zonnetje. De eerste is een vernieuwer voor wie traditie tot het hoogste goed behoort, Wannes van de Velde. Je kan hem de peetvader noemen van de Vlaamse volk. Hij begon met nieuwe teksten te schrijven bij oude Vlaamse melodieën. En die eerste liedjes gingen vooral over het afbreken van het oude Antwerpen, zijn stad. Ik ben zanger geworden uit machteloosheid en woede, zegt hij zelf. Zanger ben ik nog altijd, machteloos ook. Want gaandeweg heeft Wannes zijn thema's verbreed, net als zijn muzikale basis. Als inwoner van een havenstad haalt hij zijn invloeden van overal ter wereld. Wannes van de Velde kijkt om zich heen en ziet dat het niet goed gaat met de maatschappij. Hij zingt, schrijft, schildert en altijd is zijn kunst een vorm van verzet. Tegen onwaarheid en tegen schijn. Hij heeft voor zichzelf een eiland geschapen van schoonheid en waarachtigheid dat lang niet voor iedereen toegankelijk is, maar vanavond wel voor ons. Dit is de historie van een artiest tegen de keer. Het is wel geen iets wat ik nou kon vertellen. Ik zing me gedacht, ik veeg me gat onder eest. Je wist niet wat ik op papier zou gaan stellen. En het deed al liedjes, zijn het ik alles nog best. Ik heb bomen van dokwerkers tranen zien verbijten. Toen ze het erover hadden, hoe hun straat, hun oude huis verdween. En hoe ze het allemaal moesten laten gebeuren. Omdat ze nu eenmaal niets in de pap hadden te brokken. Ook ik heb erom gevloekt. Ik ben zanger geworden. Uit machteloze woede, omdat ze mijn geliefde oude stad hadden vernield. Machteloos ben ik nog steeds. Zanger ook. Opgroeit, geboren wordt in een havenstad en dan nog aan een zeer, in een zeer volkrijke buurt, hè, waar die aanwezigheid zeer duidelijk was, zeer prominent, van matrozen van overal. Uiteraard, dat wordt iets normaals. Hè. Je zegt niet, oh man, ik zie dat is een Congolese matroos, hoor, die is een Griek. Nee, dat is er, dat is normaal, hè. Dat is een stuk van de stad. Hè. Het vliezoos, ten blootbarig. Van het jaar 49, dan was ik dus 12 jaar. Hè. Als kind was ik al gefascineerd door dat bijzonder klimaat van die straten. Dat was zo weer donker en iets heel beschermend. Zo. Dat was heel... dat was zo'n nestel. Hè. En die kleine donkere straten rond het vliezoos met die bibberende lanterns. Heel bijzondere mensen ook van overal. Die Portugese types, die woonden in Caribe. Algeranen waren dat dan. Ik herinner me heel goed dat ze een Arab noemde. Die had zo'n rommelwinkel. Die man daar nu veel contact was, een blauwgeboren vrouw, een moslim, had met zijn potsknoep. En die was daar toch eens. Ik moest in die taal tegen de mensen daar aan die kant woonden. Je zei die me racisten. Dat was zij die gaan merken? Ze hadden niet verstaan. Ik ken dat woord niet. Geboren voor de oorlog, ge was er drie toen hij begon. En mijn vroegste herinneringen zijn de witte van kanon. Het was een dunne kleine jongen en ik speelde op de straat. In de kroeg werd er nog gezongen en mijn vader was soldaat. Dat is een andere planeet, hè, een oorlog. Hè. Dat is de planeet oorlog. Hè. Dat is, ja. Maar dat is altijd verschrikkelijk erg. Ik bedoel, als kind. Ze zeggen dat een kind dat niet begrijpt. Hè. Luister, een kind begrijpt dat wel. Zag de vloek die ons bedreigde, ons vervreemde van de vreugd. Zag de tranen van de vrouwen en de rim. De
bevrijding, dat weet ik nog heel goed hoor. Dat was een euforie. Het was een demonische euforie. Oh, die gillende vrouwen. Toch die ontzettende emoties die daar. Oh, jongen. En dan de tanks reden al die grote markt rond. Hè? Met Duitse krijgsgevangenen op. Hè? Met verbonden. Met van die landingsboten, hè, kwamen ze de Schelden over. En ik zat onder de keukentafel met nog een jongetje dat in huis woonde. Julian Steveneers. En zijn vader, Albert, was op ons lieve Ruiventoren geklommen. Langs de trap, tot hij niet meer kon. Dan langs de buitenkant, langs de steen, langs buiten. Om het hakenkruisvlag daar af te halen. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Dat zijn allemaal zo. Een dreiging boven de stad, een zeppelin. De brandende stad. Hè? De vijen. V1, vergeltung, zeg. Ze gingen zijn eigen niet vrijken. Weer op de kleine man. Hè? Ze deden dat om de haven. Flauwekul. De haven is bijna niet gerokt door de vijen. Maar heel de familie is in één slag. Of iemand is in heel familie ziet verdwijnen. Als enige overlevende dan zeer, zeer, zeer. Dat is een grote schuld die de militaristen tegenover ons hebben. Ik zeg wel de militaristen, ik zeg niet de Duitsen. En natuurlijk de wetenschap, mensen die daaraan gewerkt hebben. Hè. Van Braun beschouw ik als een oorlogsmisdadiger. En met misdaden tegen de mensheid. Want ik heb die mensheid gezien. Hè. Toen dat gebeurde. Hè. Ik was toen 7, 8 jaar, ja, dan weet je nog wel. Vrienden, alle groet en kleine liefhebbers van wondere dingen op Sassar in de Riederaan. Wil er wat ondachtig zijn, ik kom van mijn familie zingen op Sassar in de Riederaan. Dan zul de gazing ongedood, dood wat ijdel bloed, ik sprood van la Riederaan, Utremi Fasolia. Mijn vader was een metaalbewerker, hè? Een echte metaalbewerker, man. Ja, werkte op. In de auto's. Ford Motor Company. Daar was hij mee gelukkig. Hij heeft altijd graag op die fabriek gewerkt. Als jonge vrouw was hij een naaister. Mijn moeder kan nog altijd zeer goed met de naald overweg, zal ik maar zeggen. Hij is nooit ergens in een dorp in Zeeland, in de Paul, die grauwse paal, boven Ulst. En die invulling met die bloemen en die waard is volledig fantasie. Dat is de risico in afgevuurd, maar dit zijn zo'n regiment bloemen. Hè. Dat zijn zo'n parade van bloemen allemaal in de pas. Het zijn ook wel geborduurd, dat zie je wel. Hè. Huh? Ik ben niet streng opgevoed, maar wel vanuit een zekere eenvoudige ethiek. Zo. Ik ben niet katholiek opgevoed. Ik ben ook niet marxistisch opgevoed. Alhoewel natuurlijk door de situatie van mijn grootvader was ook een arbeider, mijn vader ook. Natuurlijk is dat eerder socialistisch. Hè? Dat zijn de socialen die hadden iets voor de mensen gedaan. Dat was een feit. Socialisme heeft heel veel die voor die mensen gedaan toen. En daar waren ze dankbaar voor. En nog ergens, maar het is natuurlijk lang voorbij, dat socialisme. De ellende der moeder heeft hen reeds afgericht. Om auto's tot machinen voor elke luiaardsgedeel te grijpen en te dienen, te buigen voor hun wil. Te grijpen en te dienen, te buigen voor hun wil. Eén keer heeft iemand mij, ik noem geen naam, op een denigrerende wijze fabrieksjongen genoemd, de dag nadat mijn vader was begraven. Toen ben ik bijna onderuit gegaan. Ik werd zo wit als een lijk. Men zei, wat heb jij? Ik zeg, ja, die mens, die zegt dat, wie is dat? Ik kende hem niet. Ja, maar dat is een dier die niet zo trekt, dat niet aan. Ken je dat? Zo'n die dat mag zo. En die wist natuurlijk niet dat mijn vader de dag daarvoor begraven. De fabrieksjongen. Ik heb dan ook onmiddellijk een gedicht gemaakt over mijn... Moet ik het lezen? Fabrieksjongen. Ik zie je mond. Een leeg cyclopenoog gesmeed in machteloze vouw. Wees stil.
Ik vraag niet dat je spreken zou. Ik heb gezien hoe je verbeten in de kou alleen tegen een oorlog vocht en altijd zwijgend verder ging en door ten einde ging tot op het bot. Ik zag de muur waarlangs je gleed, de dorre wet die zei dat je gedwee en onbetrokken wachten moest op steeds weer een bevel. Je was geen dwingend patriarch die me besproeide met de vrezen gods of met het bloed van enig vaandel. Je was een kind, een zwijger in het ritme der fabrieken. Jij vader, jongen op de fiets in de genadeloze morgen. Die zang leren kennen. Ik wilde dat geheimzinnige ding daar van dat rare Spanje, van dat donkere Spanje, wilde ik benaderen langs de gitaar. Ja. Voilà. Dat is Sabas Gómez y Marín uit Carmona. En die nam hij in het jaar 354. Flamenco Italië spelen. De ruimte waar het meer stond, dat was de Macarena. Een in Spaanse stijl ingericht café onder Stadshoog, waar het hier optrad. Als gitarist heb ik soms met twee danseressen ook. Was misschien een zanger bij. En om iets bij te verdienen, poseerde die dus als gitarist in de academie. En daar heb ik hem al gesproken. En ik vroeg hem dan in het Frans, monsieur, voudriez-vous me donner des leçons de guitare, de flamenco? Qu'est-ce que vous jouez, zegt hij. Américain, hij bedoelde met plectrum. Ik zeg, non, klassiek. Hij geeft mij zijn gitaar, jouez. Zonder kop. Maar goed, ik speelde in een studio of zo, of twee. C'est bon, zei hij, venez. En dan had je echt zo'n clubs, zo'n klein kelderje bijna, waar alleen maar flamenco-adepten samenkwamen om goede zangers te luisteren. Soms stond ze dan daar een meisje, zo heel schoon, heel bescheiden, zo, neergeslagen ogen, heel ontroerend. Ja, flamenco. Yo no hacía solamente flamenco, que a mí me gustaba también otros estilos de cante, ¿no? Que era lo que yo cantaba desde niña, era la canción española. Claro, flamenco yo lo llevaba en la sangre, como te suele decir, porque yo vengo, soy entreverá, como el tocino. El flamenco no se aprende. El flamenco se trae. Claro, él... Yo como compañero mío que es, ¿no? Lo veo que es un hombre pues fenomenal, ¿no? Porque como le gusta tanto lo nuestro, pues hace todo. Llevamos muchos años trabajando y yo creo que cuando una persona tanto tiempo una con la otra, ¿no? Pues siempre es porque te gusta, hasta porque te agrada, porque algo hay, ¿no? Natuurlijk. Vooral in die Spaanse kring, en de Andalusische kring, daar groeide natuurlijk in, langs die muziek. Hè. En daar langs accepteerde die ook, die vrouwen niet meer zijn een Bels. Want dat zijn geen nationalisten. Andalusiërs al zeker niet. Stammen ook van overal af. Hè. Maar die doen we niet de fout van te zeggen waar, onze eigenheid. Ze hebben natuurlijk hun eigenheid. Kent de flamenco, hun dorpen, hun wanen. Hè? Hun trots, hun taal. Ja, maar die hebben het er niet over, dat is er zo. Dat is zo. Die hebben ze over hun nagenet. Die kent er nog eens van wat dat echt Vlaanderen eigenlijk is. Of geweest is. Dat weten de mensen niet. Interesseert ze niet. Hoe springen ze mee in patrimonium? Alleen nog maar bouwkundig patrimonium. He, dan nog, dat is dan toch materieel. Dat zijn huizen en zo, oké, dat is misschien niet het belangrijkste. Maar hoe springen ze ermee om? Het is toch een teken, hè? Het kan nu niet boemen. Dat is normaal. Jawel, dat is nog een... Want ik kun je niet goed zien, maar dat is hier dun. Dat is nog een nokt.
een opsteunen van de academie. Huh? Dat is van 61 dan ook. Dat is een figuur, hè, nokt. Huh? Zo, een reetpin, hè, een reetpin. Wannes was een enorme vlugschetser, zal ik zeggen. Die tekende, ja, ongelooflijk vlug. Die kon zo in de klas mensen, gewoon leerlingen, andere leerlingen, tekenen op... ja, echt flitsend, laat dan zeggen. En heel, heel, heel knap gedaan. En ik was daar behoorlijk van onder de indruk. Ja, en wij waren direct, ik weet niet hoe dat kwam, wij voelden direct heel veel sympathie voor elkaar. Ik zou naar de academie gaan. Daar zou ik wel zien wat ik deed. Zou er misschien nog wel iets leren om een kost mee te verdienen, lettertekenen of zo, wat ik dan ook deed. Het was daar een anarchistische bedoeling. Je komt met kunstenaars in aanraking die op die moment ja, daar lesgeven en op die moment ja, een naam hebben, bij manier van spreken, waar je naar opkijkt en zo begin je ja, je weg te zoeken. Dus, publiek, gaat uw hersens gebruiken op de tentoonstelling in de Gart Civic te Antwerpen, waar de room van de Vlaamse cartoonisten bovendrijft. Had je heel goede vrienden, heel goede contacten. Daar werd enthousiast gepalaverd op 19 uur 's morgens. Zonder alcohol, hè? Pas op, een kofje. Spa, hè? En dan als grap. Als ik dan, want dan werd natuurlijk ook wel eens zwaar gedronken. Als ik dan binnenkwam, dan zetten ze de spafles op de toog. Zo, plaf, hè? Ik kreeg dat respect voor literatuur, voor poëzie. Je leerde dat er allemaal kennen. Hugh Pernat kwam daar, Paul Snoek kwam daar. Zulke mensen. En dat tekende die sfeer wel. Dat iets, zonder opdringerig te zijn en zonder dat bewijzerige, dat je nu wel eens vindt in artistieke kringen, dat was daar niet. En je had op een natuurlijke manier een contact met weer een andere wereld, met wat je niet kende, weet niet. Poëzie, schrijvers. Hij was een van de groep 58 ook. Dat was een tijd zo meer monochroom. En ik denk dat er ook in Antwerpen zo'n al een zen-boeddhistische sfeer in toen. En ja, dat was anders dan ik natuurlijk, hè. Monochromer. Ik herinner mij zijn lichtkathedrale. Ja, dat was een generatie voor mij. Er werd een vergadering belegd in Gert Civic. Weet ik, er waren ongelooflijk veel kunstenaars die ik sommige van naam kende, sommige niet, die daar allemaal op afgekomen waren. En zo is er nogal een heterogene groep wel. Abstract, algemeen, er was geen enkele figuratieve schilder bij. Dat was eigenlijk wel de optie, laat ons zeggen. Dus in die tijd figuratief schilderen, dat was... dat deed hij niet gewoon. Het was verwerpelijk. We mochten daar dus bij zijn, vond ik mooi. Op die zolder van het Hessenhuis. En, maar dat was voor mij natuurlijk. Het was voor mij mijn eerste grote tegenslag. The Army. Ik moest bieren in 58. Ik heb dat niet meegemaakt. 13 maanden. Vrijwillig naar Duitsland. Ja, omdat ik ze wilde leren kennen. Van de scherpste kant. En in Duitsland, ver van het gezag. Of toch verder van het gezag dan in Vilvoorde of... of Turnhout, of weet ik waar, heb ik het gezicht van de, wat toen de beroepsmilitairen waren, leren kennen.
En het heeft mij zwaar ontgoocheld dat ik dat als medemensen moest accepteren. Want ik moet dat accepteren als medemensen natuurlijk. Hè. Ja. De vernederingen die je toen te slikken had. Vraag het maar aan iedereen die toen soldaat was. Wij werden vernederd, gewoon. En dat vergeef ik ze natuurlijk nooit niet, want ze me veel kapot gemaakt. Ik moet eigenlijk zeggen dat die grote elan, dat jeugdige elan van daarvoor, hè, die grote hoop ook is, hè, die grote divisie eigenlijk die er wel was. En die goedmoedigheid, die zachtaardigheid, die tederheid eigenlijk. Dat was er allemaal eigenlijk niet meer daarna. En dat is... Dat heeft waarschijnlijk langer geduurd en mij meer jaren bedrukt dan ik nu eigenlijk zelf besef. Ik denk dat het tot mijn 50 geduurd heeft. Ik heb 4 strijpen, ik heb het spel meegespeeld. Ik ben niet een sergeant. Maar hetgeen dat ze van binnen hebben gedaan, dat weten ze niet. Mijn strijpen zingen ze, hebben een blieke small look. Maar... Van een mama de tapate. Vuoi saper come facete, vuoi saper come facete. Ben pastasti carne belle, ben pastasti carne belle. Maar dan heb ik een paar jaar, dik 2 jaar denk ik, gitaar gespeeld in een restaurant, een Italiaans restaurant, Napoli, gevolg dat aankomen, in de stationsbuurt, Breidelstraat. Het is nu Chinees, geloof ik. En dat waren dus allemaal Italiaanse collega's. Hè? Ik schilder nog regelmatig en ik teken ook heel veel. Ik ben als schilder minder gekend. Dat komt natuurlijk omdat schilderen een minder opvallende bezigheid is. En dus veel moeilijker en veel later pas resultaten krijgt. Over het algemeen dus. Hij was in mijn ogen een vooruitstrevend schilder. Maar ik begreep daar nog wat minder van. Allee, dat monochrome, dat was... Voor mij was het weinig. Allee, te weinig wil ik zeggen. Ik was een getormenteerder man, hè, op dat gebied. Hè. Volgens mij moest hij niet in de muziek verder gegaan zijn. Dat had een heel goeie schilder geworden. Daar ben ik van overtuigd. Die kent dat nog altijd goed, hoor, want hij heeft daar alleen de tijd niet voor. Het liedje van de 12 glozen, afkomstig uit Doornkerke. Maar wij zingen er natuurlijk in het Zuid-Brabant. In de school, wij zongen ook volksliederen. Weinig nationalistische, moet ik zeggen. Maar vooral nogal plezant om ons aan het zingen te krijgen. Hè. Ik weet dat je wilde gaan dansen, zeker. Dat zal wel. Ik ga Cecilia komen, dat zal wel. De Scheren Sleep vond ik vooral een zeer mooie melodie. En dat blijft dan zo hangen. En, ja, ook gefascineerd door de oudere schilderkunst natuurlijk. Hè. Je ziet reproducties, je ziet schilderijen, Breugel. Waar staat er? Ja, Dodenzakspijders. Ja, dat zijn geen schotten, hè. Zo groeit dat stilletjes aan. Maar dan kwam die revival in Engeland. Noemde ik Ewan McCall. En dan denk ik, dat ken ik. Dat zijn ze. Zo zijn die liederen hier ook goed geweest. Begon dat zingen. En zo is dat begonnen. My father, he was a good old man. He put me to service when I was very young. Me missus and me, we never could agree. Because that me master, he did love me. Ik denk dat dat de eerste keer was. Dat was in de Wolstraat, geloof ik, in een keldertje met zo'n bankjes. En daar zaten dan zo wat jonge mensen te luisteren. En dan zong hij Floris en Blanche Flour in re mineur met vioolbegeleiding. En dat was ik dan. Zie je? Maar of hij nu daarvoor al iets had gedaan, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat wij, en dat wil ik ook zo, dat wij de eerste waren, de eerste keer. Ja. Ik zag hem gisteren op de noek. Ik zeg, chef, ga moest maar een chic geven. Want met de changeur van broek is er maar chic doos in gebleven. De roep antwoordt hem dan budget. Je moet maar chic tobak gaan halen. Dat valt dan nogal dikwijls ver. Moet ik de mannen ook betalen? Vernuivering is je per mijn tijd. Geef hij mijn chicarafezijd. De manier van ze te brengen was helemaal nieuw. Op school had je zo van die liedjes geleerd, zo braaf ingepakt en die je eigenlijk niet begreep.
En hij kon dat meteen op een manier zingen dat dat betekenis kreeg en dat dat dichter bij iets oorspronkelijks stond, terwijl er geen echte voorbeelden waren. Er is de jongste tijd heel wat herrie geweest rond de teloorgang van de oude Antwerpse stadskern. Er werden tientallen moties gepubliceerd, artikels gepubliceerd, waarin het Antwerpse stadsbestuur ervan beschuldigd wordt niet aan krottenopruiming te doen, maar wel aan monumentenschennis. De zorg van het college van toen reeds en nu nog is geweest om in Bokrijk, is in het domein, het provinciaal domein van Bokrijk, om daar, zoals er een Kempisdorp is, een Aspengouwsdorp is, daar ook een Antwerps plekje te maken waarin men dan zou terugvinden die gevels, die uizen die hier destijds helaas door de omstandigheden zijn moeten afgebroken worden. En inderdaad had ik in deze gebouw, want dat is het dak van de Poesjedijs, dat was trouwens een heel schoon gebouw met piramidaal dak. Heel oud, rond 1400. Bulldozer, hè? Wat? En dat vensterje neer, dat kot en wagen wordt gehoord gehad. Met een boets en dezelfde overbarige samen. In zo'n half wilde tijd. Dus daar heb ik nog gezeten. Verdee, maar nog niet kind. Nuis de schavees is maar een naam, zie het maar voor de bal. Ik zin een oude vent. De klanten van de riepenstrot mochten ik vriet content. Maar die van het stadhuis, die dochter, dat is niet ploos. Dat zeer lak over 100 jaar nog leven, het is niet waar. Breek ze maar af, doud ze maar om die kloos. Dat poesje nelle noos. Hier, op de voeten van de peertak en die boeit. Wannes was veel vroeger, denk ik, dan ik kritisch tegenover hedendaagse toestanden. En altijd ook geïnteresseerd in wat van ja, een soort conservator, een conservatormentaliteit. Dus behouden wat er aan waardevols is. Dat is duizenden jaren geleden, 10.000 tot 12.000 jaar geleden wellicht, gemokt. Daar iemand die je natuurlijk nooit zult kennen, of daar enkele mensen, dat is samenwerking om dat te doen. En dat is deze weg, maar die laten hun merk tekenen hier nou. In zo'n simpel ding. En niet in een kathedraal, hè, maar dat is eigenlijk, als je dat van ogen, is dat even schoon als een kathedraal. Hè? Zeg nou maar reet. En dat heeft een grote betekenis. Hè? Dat heeft de betekenis van het overleven van een gemeenschap. Niemand wilde dat, omdat dat natuurlijk niet commercieel is. En het was de tijd van de ABN kennen. Hè? Die eigenlijk kon wel, maar hè, het is altijd zo wel dat aftasten en die, ja, tot natuurlijk de doortastende hè, Nederlanders, hè, Hans Kuster zei, maar jij moet een LP opnemen, man. Ja, vind je dat, Hans? Ja, tuurlijk, wat dat. En hij zou, hij was toen artistieke directeur of raadsman bij Philips. En wat mocht dat? En op geen maand, of zelfs op enkele weken, was het 3000 verkocht. Maar zo had ik een gat in de markt, gelijk ze zeggen. Hè. U kent het teken waarin het jazzbeeldje geplaatst is? Ik meen dat het de vrede komt te zijn. Wat denk je dat Jazz Bills daartoe kan bijdragen? Ja, luister, moet men dat nu zeggen. Die dingen zoals vrede en dat ligt gemakkelijk in de mond natuurlijk. Ik heb nooit geloofd in dat die bevrijdingsfilosofie van toen. Hè? Hippies en zo, hè? Die bloemen en zo. Hè? Ik zeg, jongens, dat zijn morgen de boers, dat zijn vis en papa. Wie zo kan leven? Hm? Niet waar, hè? In dure Afghaanse jassen rondlopen. Dat kostte veel geld, die Afghaanse jassen. Hun oude laten groeien, like Frank Zappa. Hè? Die zo kan leven, die is rijk. Dat zijn mensen van welgestelde families. Dus over 10 jaar zijn die net als hun vader in de zaak. Well, there's no use looking, baby. You know your man's been messed around. Er werd wel veel nagedacht, er was een creatieve. En alles wat ik nu nog doe, heeft zeker daar zijn basis nog altijd. Dat is wel zo. Ik denk
dat we hem voor het eerst gezien hebben? Bij Roland. Bij Roland? In 68. De Rukker. Op zijn kot in de Jan Breidelstraat. Ja, klopt. Luc ging daar folkplaten ontlenen. En ik kopieerde die ook. Op oude tape vroeger. Hè. En we gingen dat bepaalde dag terugbrengen. Dat is zo staat in mijn geheugen. Zo en goed. Toen zat Wannes van der Velde daar. Ja. En er ontspon zich onmiddellijk een gesprek. Ja, over Gent vooral, denk ik. Dat begon zo met de eerste Gentse feesten. Of de heropbloei van de Gentse feesten. Die ja, misschien wel een nieuwe inspuiting, een injectie nodig hadden. Hè. Vooral dan natuurlijk op initiatief van Walter de Buk, hè, is dat gebeurd. En zijn entourage, die heel merkwaardige... Het waren geen hippies, hoor, dat was iets anders. Dat die heel merkwaardige straatjongens. Beetje. Ja, dat is heel mooi. En ja, ik was er van het begin af aan bij. En dat heb ik geen goed leren kennen, natuurlijk. Hè. Ja, Bob de Moer en... Hè. Dit zijn vakantieverluchtigingen uit Merendree boven Gent. Augustus 68. En dit is hier het resultaat van een nachtelijke tocht met de doedelzak. Vooral de koeien in het landschap denken na. Die dieren ijveren voor een eersterangs plaatje in het jonge gras. Ik denk dat er met die alcoholstifttekeningen, dat dat ook eigenlijk een bedoeling was om die kleine tekeningetjes te verkopen, denk ik. Dat was zo gezegd om een zware boete te kunnen betalen van de Butch. De Butch, dat was eigenlijk de drummer. Van de Ferre. Ja. Ja, het is mispeuterd, denken we. Hij moest ofwel in het gevangen gaan zitten ofwel een heel zware boete betalen. Een draagstuk, dat kan een zaal zijn, dat kan een baken zijn, een boei of zo. Nou ligt stagerke de over in het disco. Natuurlijk, oosters beïnvloed, dat is duidelijk. Ik kreeg een telefoontje, ik woonde toen nog van de Vlemingstraat. Hallo, Jan, ja. Hallo, meneer Van der Velde, ja. Speelt u doedelzak? Ik zeg, ja mevrouw. Zou u naar Japan willen gaan? Ik zeg, ja mevrouw. Ja, Florijn, mensen is mee. Had de doedelzak in viool, dan hadden we zo'n repertoire van volksmelodieën met een doedelzak in de viool. Dan speelden we dan zo'n fundamentse paviljoen. Maar we hebben ook rondgereisd naar de oude steden, naar Kyoto, naar Nara, de tempels gaan bezoeken, de zendtuinen, het toneel, het Nootheater, het Bunraku Theater, naar de cinema, hè, waar ze gruwelijke films spelen, waar mensen in twee worden gekapt en die langzaam openvallen op een grasgroen veld en waar iedereen vreselijk moet mee lachen. Hm? Dat is allemaal Japan. Dus natuurlijk was dat iets formidabels. Echt niet te vergeten. En ook nog het feit dat hij dan iets kon zeggen in het Japans. Mampaku. Beruhikan. Belgisch paviljoen. En hier zat ik er dus bij. Als repetitor hè, van de... Koeren, de zangkoeren. En ik speelde natuurlijk zelf mee. Hè. Ik zong daarin, ik speelde gitaar, Florine, mijn speelde viool, Bernard van Lens, wel een accordeon. Dat was de muziekgroep van dat bijzondere werkstuk van Dario Fo en natuurlijk Arturo Corso. Waar ik weer zo ontzettend veel heb van geleerd. Hè. La chose extraordinaire, c'est que les chansons n'ont pas de barrières, comme le peuple, non? Le peuple prolétaire n'a pas de barrières. Et ça, c'est ce que m'a raconté et m'a fait comprendre bien, c'est Wim van der Velde, je crois qu'on dit comme ça. Et c'est un musicien qui aussi, lui, a d'exigences de recherche de musique populaire. Et c'est celui qui a adapté les chansons populaires italiennes. Et parmi ces chansons, aussi, le peuple a toujours employé ça pour raconter sa condition, avec invention, avec humour, avec satirique, et toujours pour essayer de changer sa condition. Et c'est pour ça qu'alors on a employé les chansons. Die Mr. Boefoliedjes lagen goed in het oor en dat was alsof dat in het Nederlands gemaakt was bijna. Dan zag ik wat hij eigenlijk had gedaan.
die originele teksten vaak in Italiaanse dialecten, vaak in Siciliaans, in Sardisch. Hoe hij daar een eenheid van had gemaakt, die toch episch bleef, die nooit gemakkelijk was, want met van die goed in het oor klinkende melodieën is de grootste valkuil dat je in evidente, gemakkelijke meezingertjes sferen valt. Maar dat was zo zuiver, dat was zo helder en dat was zo, ja, authentiek. Sta je geconfronteerd met iemand die meer doet dan vertalen of dan een de Vlaamse tekst maken op een Italiaans liedje of op een ander liedje. Dan voelt je dat hij die cultuur kent. Of toch tenminste wanneer hij ze niet kent, wanneer hij er niet volledig ingezeten heeft. Met een helderheid die analyse kan maken en zeggen, dat zijn de punten, daarover gaat het. Er zijn soldaten uit Beverlo vertrokken. Ze zijn als beesten naar het verhoor. Door die taal en door die opvatting was een soort naturel gekomen, ook in het zingen. En mensen die nog bijna nooit veel hadden gezongen, konden toch daar aardig mee weg. En nou, dat was zo'n gebeurtenis, iets nieuws. Hè? En dat had natuurlijk ongelooflijke impact. Het was ook heel emotioneel. Het werkte op de gemoederen heel erg. Dat was echt mooi, echt ontroerend. En geestig, daar viel veel te lachen. Maar ook te cheapen, laat ik de ging van de zeggen. Hè. En dat was een pakkend stuk, hoor. Dat was er echt niet even. En die voorstellingen, die gloed van dat publiek op je overkwam, dat was dat. Dat is zo groot, ik zweer het. Hè? Nee, ik heb er heel veel geleerd voor het fenomeen theater. Wat het podium betekent, wat dat is. Twee halte krukken heb ik gekregen. Ik heb doordat ik overwerkt was, overwerkt is misschien het woord niet, maar doordat ik zeer, zeer actief was geweest in mijn zere boefo. Ik had een operatie en daarna niet lang genoeg rust. En dat heb ik dan zwaar betaald met een jarenlange malaise depressie dus. Dat was een donkere periode eigenlijk. En we hebben dat heel van nabij meegemaakt, maar we hebben hem wel gerust gelaten toen. Want dat was het enige wat je... kon doen. Ja. En hij wist dat we er waren. Hij schreef brieven naar ons. Van, het gaat niet goed en zo verder. En je kon hem alleen maar gerust laten. Ik kon dat wel dragen. Het was wel heel, heel hard. Maar ik was niet alleen. Maar dat zijn dingen dat je ten eerste moeilijk kunt over praten. Dat is dus hels. Dat is een helse ervaring. Daar ik niemand toe eens. Ik ben al leven onderwijgen langs de straten van de tijd. Ik heb mijn goesting niet gekregen, ik heb mijn zaakje vol met spijt. Ik verteer mijn levensdagen en bij niemand vind ik troost. Want mijn hart heb ik gesloten en mijn ziel heb ik vermoest. Ik had u mijn vrouw leren kennen ook, waar ik nu mee getrouwd ben in Duitsland. Dat is een Duitse, mijn vrouw. Si Juan es tranquilo, yo creo que la mujer le gana, pero es mucho más. Porque ella también es muy tranquila y muy dulce. Hablando y muy bonita, porque es una gran persona, sencilla y una buena madre, es todo, porque es una mujer, aunque ella también ha vivido del arte, ¿eh? Ella también era una artista, pero la veo una persona muy dulce cuando habla. Habla muy despacio, no como nosotros que hoy corriendo armamos la de San Quintín. Pues ya no, ella siempre la vemos muy dulce, siempre viene. Volgend jaar zijn we 25 jaar getrouwd. En nee, dat is, had ik die niet moeten tegenkomen, dat waarschijnlijk zou ik dat misschien wel schief gaan maken, ik weet niet. Want zo'n stabiele zijn ik ook niet.
Het is wel een koppig hoor, maar bon. Ja, en als je dan het geluk hebt om iemand te ontmoeten die je echt alle in ieder geval van kraai kunt ook wel geven, kunt ook heel veel respect voor u brengen en dat is dan ook belangrijk. Dan komen er weer andere vrijheden los. En ze zeggen dikwijls, ja, maar als je een vrouw bent en dat is dan niet. Al is het aan een goede oorzaal, is toch niet vrij, hè? Ja, pas op, er komen door dat je die warme leefkern hebt, door rond komen nieuwe dingen vrij. Die ervaring heb ik toch. De zanger is een groep dat zingen kent, dat meen ik. Een liedje zingt nooit of nooit aan alleen ik. Zong er al de ander, zou dat niet gaan. Ik heb al ooit meegemaakt dat ik dat we samen met Wannes een huisconcertje speelden. En ik zit gewoonlijk naast Wannes, vlak naast Wannes. Dat is mijn plaats ook om de akkoorden te geven, dat hij goed hoort voor de toon om te zingen. En nadien in het publiek hoorde ik iemand. Ik zeg, ja, maar ik heb terloops kwam uit ter sprake en ik speelde mee vanavond. Hè. Ah ja, ik heb je niet zien zitten. Dus de mensen kijken alleen naar hem. Het publiek bestaat eigenlijk, de groep bestaat eigenlijk niet. Uiteraard, Wannes is Wannes. Op het podium valt het samenwerkingsgedeelte dat er vooraf is gebeurd in feite weg. Met geduld en concentratie. Concentratie, dat kan je wel. Concentration. Kan een vetbrand gesoigneerd, maar toen viel me in de roze van een meisje aan de stoze. Met een plant is gekreveerd, kan een vetbrand gesoigneerd. Hoe dat die op die melodie gekomen is, ik verstoot gewoon niet. Kijk, ik verstoot niet. Dus de duiven van het Groen Kerkhof. Ik begreep het. Een schep. Dat is een formidabele melodie. Totaal origineel. Ik versta niet van dat hij dat haalde eigenlijk. Het is totaal, voor mij, geweldig origineel. En weer al niet zo toegankelijk direct, maar vrees gewoon. Een keer dat je bent net, toch. Dat is dus een meester van melodieën, hè? Van harmonie, vriesterk. En dat is niet van vandaag, dat is al van 20 jaar geleden dat allemaal... Dat stond er al allemaal, hè? Dat is raar, hè? Zijn voordracht, een grote zanger. Juist, hè? Zijn bewust taalgebruik. Haha, daar hebben we die een begaafde zoon van den Timmerman. Dag Jezus, geef eens een handje om die minister van Financiën. Ja, maar uit mijn zakje blijven, hè. Schande, losbandige jeugd. Ik zal hem een index blokkeren tot in een ogenslacht. Ik vind dat die nogal rap van zijn melk is voor een minister. Enfin, hij had maar een stiel moeten leren. Ah, wel, Jezus. Zo in uw wagen ontklappen, is dat niet een beetje verdacht voor zo'n klein manneke? En had te leren, maar zijn lusten had voldaan, is ze met een slappe slinger naar zijn vrouwke toe gegaan. En zo komt hem naar huis, en zo komt hem naar huis. Ja, hij komt er zonder geld en met een slappe slinger thuis. Ja, zo komt hem naar huis met de lieve. Dat is iets dat gegroeid is uit destijds het poppenspel Water en Wijn, waar we dus af en toe wel eens iets zongen. En Walter Heijnen schreef al eens een driestemmige of vierstemmige bewerking van een volkslied. Ja, en daar is nu dan dat kleine zanggroepje, dat kleine koor, Water en Wijn uit overgebleven. Amateur. Ik ben daarin een amateur. Ik wil daar geen geld voor. En wij zingen heel regelmatig, meestal maandagavond, rond een tafel. Ja, dat is zoiets aparts. Hè. Dat is een levende volksmuziek eigenlijk. Hij weet heel goed wat er in de hoofden van jonge mensen, van tieners, van mijn generatie,
wat er daarin omgaat. Heel goed, weet heel goed wat er leeft tussen de jeugd en... De jonge mensen, dat is... Dat is, vind ik, een eer dat die naar mij toe komen en dat die een ernstig gesprek willen voeren. En dat speelt voor niet een rol dat je ouder bent. Maar hij denkt ook niet in generaties, in feite. Nee. Even min dat hij in rassen denkt hij niet in generaties. Hij zal geboeid zijn door iemand die iets te zeggen heeft. En niet geboeid door iemand die iets afbreekt. Hoofdzakelijk schetsboek deed hij nog. En dan wordt dat stilletjes aan zo meer dagboek. Hè? Zo is dat begonnen in 87. Met de toekomst zal ik waarschijnlijk meer en meer beginnen schrijven. Minder en minder en minder en nog minder theater, optreden. Musiceren, ieder in gesloten kring. Dat is een beetje een ideaal beeld dat ik nou heb. Heb je zoiets van de medleyen kunnen doortrekken tot nu op een heel realistische manier? Er is niemand anders dat ik me kan voorstellen die dat gedaan heeft. Ik zie dat nog gebeuren trouwens. Dat er waarschijnlijk weer een andere rust is gekomen. Maar misschien hoeft hij nog wel wat meer te zeggen als een andere kant. En dat dan weer de tijd zal komen dat hij misschien meer naar het plastische zal gaan. Hij roept al jaren dat het niet kan. En dan wordt hij goed mee gelachen. Maar ja, waarom zou hij milder worden? Hij wordt alleen maar triestiger, denk ik. En moet zich af en toe terugtrekken. Om te kunnen overleven. Onderweg zijn met de taal is een heel boeiend gevoel. Een heel schoon avontuur. Met de taal, hè. De taal is een ongelooflijk fenomeen, hè. Dat is een wonderlijke creatie van de mensen, hè. Met de taal hebben we de gouden overwonnen, hè. Ja, wij zijn zo jaloers, hè. En nu heb ik hem Guido Gezelle laten lezen. Ik zou wel een Matthäus-passie opvoeren met allemaal kameraden. Ik zou wel dat hij Christus zingt. Ja? Ja. Iets goed willen zeggen met kleine middelen. Hm? Of met, als je het met 3-4 woorden kunt zingen, dat akkoord eronder, dan klinkt het wel. Hè? Maar dat moet je kunnen. Want als iemand anders dat doet, iemand die dat ook zo gaat doen, dan is dat niet goed. Daar moet veel achter zitten. Ik denk dat je 1000 moet voelen om 50 te kunnen geven. Hm? Dat daar allemaal om gaat. No tengo porque tengo, no tengo pena porque tengo, tengo pena porque tengo. Y una camisa sin manga, sin cuello, sin delantero, que cosita por la espalda. Volgende week hebben we het in onze reeks Tegen de Keer over een andere dwarsligger. Over een professor filosofie met eigenzinnige ideeën die in Vlaanderen felle reacties heeft uitgelokt. Hij weet de waarheid, hè? Hoe kun je leven als je nu de waarheid weet? Nee, Jaap is volgens mij geen democraat. Als hij zou weten dat ik een hinderpaal ben voor de revolutie en de revolutie in gevaar zou komen, ik denk dat hij mij tegen de muur zou zetten. Ja. Dat was ik. Je kunt hem dan niet eens kwalijk nemen. Ik denk dat Kruithoff een van de bakens is geweest. Ja, een van de sterke bakens is geweest voor de emancipatie. Jaap Kruithoff dus. In de vroege jaren 60 stond hij mee aan de wieg van de seksuele revolutie in Vlaanderen. En tegenwoordig komt hij op voor de rechten van planten en dieren en al wat leeft. Het gevestigde denken, daar heeft hij lak aan. Hij vecht tegen de waan van de dag. Zijn historie vertellen we volgende week. Het wordt het verhaal van een dwarsdenker, Jaap Kruithoff. Heel graag tot donderdag.
met de beste zorgen.